Goedenavond allemaal en welkom bij de eerste halve finale van LEF 2017. Een avond die enorm spannend is voor drie halve finalisten die op dit moment in de green room zitten. En die ook heel erg spannend is voor hun drie coaches. De vraag is, wat zijn de juiste medicijnen? Aan het begin van LEF konden we ongeveer de ontwikkeling financieren tot de C van chemische proeven. Maar een heel klein stukje. De eerste octrooiaanvraag hebben we een maand geleden ingediend. Hoe ging het? Ja, ik hoop goed. Ik heb het zelf niet gehoord. Ik was heel hard bezig met presenteren. En dan ben je zo erg bezig met wat moet ik allemaal vertellen. Ik hoor het zo van het publiek, hopelijk. Hebben we er een beetje vertrouwen in? Ja. Goedemiddag, mevrouw van der Recht. Wat zijn uw problemen? Ja, goedemiddag. Ik heb gevochten met mijn man om de financiën. En ik ben bang dat ik mijn arm gebroken heb. Nou, dat mag echt niet meer gebeuren. Maar wij kunnen dit oplossen. Door een mediator in te schakelen, die zorgt dat jullie weer in harmonie afspraken met elkaar kunnen maken. Heb je de jury overtuigd, denk je? Ik denk het wel, ja. Deze groei hebben wij niet alleen te danken aan ons eigen enthousiasme voor onze mooie horloges, maar vooral de bekendheid die we gekregen hebben door de media, zowel online als offline. De wildcard gaat naar Idris Oncologie. Gefeliciteerd! Ja, jullie zijn daarin met een halve been in de finale. Nu gaat het erom, we hebben een winnaar en we hebben een verliezer. Wie is het geworden? Wie gaat er door naar die finale? De finale plek op 7 november in de Leidse Schouwburg gaat naar 1915 Watches. Ja, hoe blij zijn we nou? Ja, super blij. Heel blij. Heel blij. Ja. Is dat mooi? Ja, door naar de finale. Met twee hele bijzondere tegenstanders ook. En ja, het is gelukt. Op dinsdag 26 september is de tweede halve finale van LEF. Dan nemen Friendly, in3keer.nl en Polarix het tegen elkaar op. Aanmelden kan via www.heblef.nl.